Goedemiddag, kameraden, antiracisten, antifascisten. Alsjeblieft, 10 doden. We hebben een terroristische aanslag nodig. Fuck de linkse mensen in de stad. Dat is wat iemand postte in het nazi-forum 4chan, slechts een minuut nadat het nieuws naar buiten kwam dat er was geschoten in de tram. De ene gebruiker hoopte dat de dader een moslim was, de andere dat hij wit was. Alles om een rassenoorlog dichterbij te brengen. Iemand anders postte, ja, FVD gaat winnen. En ja, jullie tijd zit eraan te komen. De lichamen van de slachtoffers waren nog niet geborgen of Forum voor Democratie gebruikte de driedubbele moord voor haar eigen verkiezingscampagne. Baudet begon zijn overwinningstoespraak met een verwijzing naar een boreaal Europa. Het nazi-idee van een raszuiver Europa. Dit komt niet uit de lucht vallen. Eerder waarschuwde hij voor de homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking en dat hij graag een dominant blank Europa wilde. Hoe wil hij dit tot stand brengen? Etnische zuivering? Deportaties? Vorig jaar stonden we hier ook. In de aanloop naar de demonstratie namen extreemrechtse media onze demonstratie onder vuur, omdat de leus geen racisten in de raad ondemocratisch zou zijn. En waar staan we nu? De racisten zitten op veel plekken in de raad. En afgelopen woensdag won FVD de verkiezingen. Meer dan 1 miljoen mensen konden afgelopen woensdag een overwinningstoespraak zien, gevuld met nazi-retoriek. In Pittsburgh en Christchurch kunnen we zien waar de normalisering van dit soort ideeën toe kan leiden. In Christchurch werden vorige week 51 moslims gedood door een extreemrechtse terrorist die denkt dat de elite er een bewust idee op nahoudt om de bevolking te vervangen, om te volken. En die links-liberale elite, die is Joods. Eind oktober kwamen er 11 mensen om bij een extreemrechtse terreuraanslag op de synagoge van Pittsburgh. De reden, de synagoge had een lange geschiedenis van solidariteit met vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Bij FVD zien we ditzelfde complotdenken in een campagne tegen de Joodse financier Soros. En Annabel Nanninga, die hier voor de FVD in de raad zit, maakt grapjes over wie Hitler vergeten is in die ovens van hem. En ze probeert Holocaust-ontkenner Irving te rehabiliteren. Antisemitisme is terug van nooit weg geweest. Maar het is niet alleen de terreur waar we voor moeten vrezen. In Oostenrijk en Italië zijn fascistische en extreemrechtse partijen al aan de macht. De FPÖ-regering sluit moskeeën, heeft een deel van het politieapparaat onder zijn hoede en valt daarmee de veiligheidsdiensten binnen om materiaal over extreemrechts in beslag te nemen. Onder Lega in Italië worden mensen die vluchten voor oorlog, onderdrukking en armoede aan de grens geweigerd. Salvini roept op tot etnische registratie van Roma. Gaan we wachten totdat neofascisten zoals Baudet hier hetzelfde gaan doen? FVD wil het onderwijs zuiveren van kritische opvattingen. De partij opende deze maand een meldpunt tegen indoctrinatie in het onderwijs en roept op tot beroepsverboden voor linkse leraren. De partij wil ook mensenrechtenverdragen opzeggen. Verdragen, by the way, die ook al door de Nederlandse staat genegeerd worden als het gaat om bijvoorbeeld vluchtelingen. Hoe langer we FVD behandelen als een normale partij, hoe groter onze problemen. De partij speelt niet volgens de regels. Ze hadden geen programma voor de Provinciale Staten. Aanhangers van FVD bedreigden en intimideerden deze week kritische twitteraars. En Baudet heeft de steun van een goed gefinancierd bruin mediakartel. Zijn volgers leven in een extreemrechtse bubbel. Het is aan ons om die bubbel door te prikken. De enige manier om de opkomst van FVD te stoppen is door middel van massale mobilisatie. Dit is niet de tijd voor wensdenken. FVD valt niet uit zichzelf uit elkaar zoals LPF dat deed. Er is breed verzet nodig om de tegenstellingen in de partij op de spits te drijven. We moeten actie voeren bij elke bijeenkomst waar ze hun haat proberen te verspreiden.
We hebben massale blokkades nodig, zoals ze die in Duitsland organiseren tegen de fascisten van de AfD. Als we FVD niet confronteren, zou de partij groeien. Een racistische straatbeweging is dan een kwestie van tijd. Het geweld tegen anti-Zwarte Piet demonstranten, de racistische terreur tegen Gilly Emanuels, het geweld tegen de Marokkaans-Nederlandse gezin in Urk en tegen de antiracisten in Maastricht vorige week, laat zien wat ons dan te wachten staat. Tot slot. FVD is een bedreiging voor ons allemaal. Voor moslims, joden, zwarte Nederlanders en mensen met een beperking. FVD wil vrouwen, homo's, transgenders weer terug het kerngezin induwen. Klimaatontkenning zet onze toekomst op het spel. In de eerste plaats van de mensen in het mondiale zuiden. FVD zal onze collectieve verdedigingslinie tegen bezuinigingen en tegen de bazen, de vakbonden, ook proberen kapot te maken. Dit mogen we niet laten gebeuren. Maar laat dit ook onze kracht zijn, deze diversiteit. De overgrote meerderheid stemde afgelopen woensdag niet op extreem rechts. Maar een stille meerderheid die zichzelf niet laat horen en die zich niet organiseert, is op termijn een minderheid. Wie er zint meer? Dat was de leus van mensen in Duitsland die dus met een 250.000 mensen de straat op gingen. Ze blokkeerden AfD-bijeenkomsten en marsen. Elk moment dat de AfD samenkwam. Laten we hiervan leren en door ons te organiseren. We hebben geen tijd te verliezen. Daarom zeg ik, toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. Toen niet, nu niet. Nooit meer fascisme. Doe niet, nu niet, nooit meer fascisme. Doe niet, nu niet, nooit meer fascisme. Doe niet, nu niet, nooit meer fascisme.